2 jaar geleden op Eurotier was de AMR melkrobots in de draaimelkstal van De Leval de grote publiekstrekker. Dit jaar blijkt GEA een soortgelijk concept te hebben gelanceerd voor de draaimelkstal boven een aantal van ongeveer 400 koeien. De nieuwste GEA melkrobot vindt u in hal nummer 27. Hal nummer 27, 25, 26 en 13 zijn de belangrijkste hallen voor melkveehouders op Eurotier. Naast de nieuwste GEA melkrobot in hal 27, die de gouden medaille van de organisatie heeft gekregen, treft u daar ook diverse koeien aan, dochters van verschillende fokstieren van Duitse KI's, waaronder dochters van de stier Gold Day. De moeder van Gold Day is van ALH Genetics afkomstig, een omen dochter Destiny. De vader van Gold Day is Goldwin. Hij wordt aangeprezen als een exterieur stier puur sang. Naast de dochters van exterieur stier Gold Day treft u in hal 27 bij je toptier tref Rode Denen aan, koeien uit Schleswig-Holstein, en een grote stand van CRV, waar het kruisen onder andere wordt aanbevolen. De bekende kruisingsprofessor Les Hansen heeft nieuwe resultaten gepresenteerd die de voordelen van heteroses nog beter aantonen. In hal 27 vindt u ook de nieuwste voermengwagen van Strautmann, voorzien van uitkuilapparatuur, een combinatie van frees en zaagtand. Bowmatic presenteert haar dubbelbox systeem waarbij twee koeien naast elkaar door één robotarm gemolken kunnen worden. Hal 26 staat helemaal vol met alle mogelijke soorten en typen en groottes voermengwagens. In hal 25 is hetzelfde het geval voor alle mogelijke verrekkers in type, grootten en maten. De beurs wordt ook gedomineerd door alle mogelijke high-tech software, sensortechnieken, plasmaschermen en touchscreens. Mocht u niet in de gelegenheid zijn naar Hannover te gaan, kunt u de komende dagen alle mogelijke nieuwtjes vanaf de beursvloer volgen. Veel kijkplezier!